Het is een razend populair kerstcadeautje, de Pocket Camcorder. Een broekzakcamera met bijzondere filmische kwaliteiten. Huis, tuin en keukenfilmpjes in HD-kwaliteit, high definition. Handig in gebruik en direct aan te sluiten op uw computer. Tijd voor een test. We testen de pocketcamera's met 6 Japanners. De Japanse toerist ziet Amsterdam het liefst door een cameralens. We gaan een rondje varen door de grachten. Vincent Evers, gadget-expert, kent alle ins en outs van de Pocket Camcorder. En uit! We zijn met hem backstage op een filmset. En hij heeft ook geen... Dat weet ik niet meer. Regisseur van onder andere Oorlogswinter, Martin Koolhoven, beoordeelt de beelden. Ja, maar hier moet je kijken, man. Het hele beeld gaat zo. Samen met topcameraman en beeldpurist Menno Westendorp. We testen 6 verschillende pocketcamera's. Welke camcorder heeft de beste kwaliteit op het gebied van geluid en beeld? Hoe presteren ze? En wat zijn de voordelen en nadelen van zo'n minicamera? Camera 1 is de Hitachi. Een compacte, digitale camcorder met optische zoom die HD, video en foto's opslaat op een SD-geheugenkaartje. De Hitachi is te koop voor €129,95. De witte Toshiba S20 is de tweede camera in de test. Evenals de Hitachi, een LCD-scherm wat u open kunt klappen. Prijs €124. Dan de Sony Bloggy PM5 met een flexibele lens. Te krijgen voor €129. Nummer 4 is de Flip Mino HD. Met dit merk begon de pocketcamera-hype. De Flip heeft geen los SD-geheugenkaartje, maar een intern geheugen. De duurste in de test, bijna €150. Dan de JVC, camera 5, de goedkoopste, maar met evenveel opties als de rest. Slechts €99 voor filmen op HD-kwaliteit. De laatste, de Kodak ZI8, heeft als enige een externe microfoon en losse batterijen. Te koop voor €115. Lekker, hè? Dit is camera 1, hè? Ja. En wat is dit nou voor een cameraatje? Nou, ik moet zeggen, dit is een, dit zit lekker in je hand. Hij is wel wat breder. Het is niet een echt een super slank gevalletje. En wat handig is, er zitten 2 knoppen op. 1 om een fotootje te maken. Dus je doet hem aan door hem open te doen. En dan maak je hiermee een foto. En hiermee maak je een filmpje. En het is ook handig, terwijl je tijdens het filmen... kun je ook gewoon hierop drukken en dan maak je ook weer even een fotootje. Dus dat is echt wel heel makkelijk, want vaak moet je daar van de ene mode naar de andere mode. En ben je klaar? Dicht. I like this one. Because I can use only by one finger. I like this shape. I felt like you can look more prettier because the screen is very nice. Camera 2. Heel mooi dun cameraatje. Echt gewoon past het borstzakje. Echt, iedereen vindt dat mooi. HDMI, direct op het scherm aansluiten. Slow motion. Wit balans kun je instellen, wat meer zaken. Het is wel zo van zo'n duimschakelaartje. Inzoomen, uitzoomen. En je kunt ook gewoon fotootjes nemen met 5 megapixel. Kleurtjes. Kleurtjes, ook leuk, ja. Dat is ook echt modieus. Modieus dun. En uitermate elegant. En nou, we zullen zien hoe goed het beeld is. So, design very simple. It's thin. Camera is, you can see. I like the smaller one more than the big one because this one looks kind of, I don't know, but exclusive. I think the color designs, this one wins. I'd like to have this camera as a Christmas present. Om de camera's op beeld te testen, maken we 6 keer hetzelfde beeld. Op de hoogste kwaliteit. Filmregisseur Martin Koolhoven en zijn vaste cameraman Menno Westendorp storten zich op de beelden. Oh, mooi show trouwens dit, hè? Dus Amsterdam in de winter, ja. Zien we hier. De brug staat hier een beetje
te dansen. Hier zie je dat er allerlei rare... Zie je ook dat hier, hier heeft hij last met het contrast ook, trouwens. Dat geflikker, dat trekt hij helemaal niet. Het is de tweede camera die we bekijken. Die is nog beduidend slechter dan de eerste camera. Het is echt niet best, dit. Moet je kijken, het is één grote... wazige... Dit is onscherp, het heeft ontzettend veel blokjes. Dit is echt niet goed, hoor. Helemaal te dansen. En je hebt niet het gevoel dat hier iets beweegt. Ja, hier zie je nog wel geëtter daar, zie je? Maar het is... Zag je dat? Wat is dat, joh? Kijk, daar komen ze aan. Oh ja, daar zijn ze weer. Ja. Bij de kachel. Deze heeft een beweegbare lens. Dat is handig als ik op een gegeven moment jou wil interviewen... en een vraag wil stellen en dan weer terug wil gaan. Dus daar is dit ding echt heel erg geschikt voor. Wat is hier nou niet zo geweldig aan? Deze heeft geen HDMI-aansluiting. Dus niet opnemen en meteen op je grote scherm ervan genieten. En je kunt ook geen externe microfoon aansluiten. Maar voor de rest is het een prima kamertje. This is the best for me. This has got a wide screen and easy to handle. Like this. It's really good. I can take a picture by myself like this. Het is wel leuk. Ik heb dus hier een full HD-camera en dat is ook een full HD-camera. Het is gewoon eigenlijk precies hetzelfde. Het ene is alleen 100 keer goedkoper en 1000 keer minder gewicht. En dan zie je hoe snel het is gegaan. De bediening adembenemend simpel. Eén knopje. Aan, opname maken. En nog een keer drukken, opname stoppen. Wat is hier het nadeel van? Enorm klein schermpje. Hij heeft geen beeldstabilisatie, dus als je een beetje rondloopt... Oh, nou, dat trilt nogal. En hij is eigenlijk relatief duur voor de hoeveelheid features die hij heeft. En ik vind dit toch wel gewoon hartstikke makkelijk. Je vergeet nooit om een kabeltje mee te nemen. Voilà, in de computer. Kijk, dit doet hij ook veel beter. Ja, dit is... Ziet er gewoon netjes uit. Ja. Als je hier kijkt, bij de binnenkant van de brug... Dat doet hij heel netjes. Dit is denk ik de beste tot nu toe, denk ik. Ik vind deze qua kleur echt goed voelen. Voor mij een filmischer gevoel dan de andere. Ja, maar ik vind hem toch gewoon echt gewoon... Wollig. Wollig, ja. Niet scherp. En ja, man, je ziet echt... Kijk nou, man, je ziet die hele brug zie je ook zo doen. Doordat het steady shot, zeg maar, als hij dan hier is, gaat hij hier corrigeren. Ja. Omdat hij denkt van, oh, dat klopt iets niet. Dus dan krijg je een soort van... Ja. I don't really like it. It's because of the design. Unfortunately, the screen is not big enough for me. Gewoon flink is rijker geworden dan Rembrandt. Ja. Als jij dat zegt terwijl je die rol speelt, dan geloof ik dat. Dank je. Heel mooi. Camera 5 is klein en compact. Hij is lekker smal. Hij is ook ontzettend licht. Hij weegt echt ook heel erg weinig. Er zit niet zo'n apart knopje voor foto's, een apart knopje voor filmpje. Dat vind ik wat minder. Het inzoomen is in plaats van dat het zo lekker aan de zijkant zit... moet je hier gewoon op een knopje naar boven en een knopje naar beneden. Een beetje blikkeriger en de user interface minder mooi over nagedacht dan bij anderen. For carrying in the pocket, it's too big for me. Button, it's moving. Moving. It's feeling really nice. Kijk naar het grote beeld, het is echt helemaal top. Ja, hier word je enthousiast van. Ik vind dit echt een bloedmooie camera. Fantastisch groot scherm, super helder. Het enige wat hij niet heeft is optische zoom. Dus als je inzoomt, dan wordt het beeld korreliger. Dus mooi compleet cameraatje. Oeh, zie je dat? Ja, hier, deze is met zijn steady shot heel erg actief bezig. Heel gek onscherp, zie je? Alsof de lens aan de rechterkant gewoon onscherp is. Hier zit ook een piraris. De zesde camera. Ook al heel hoog, wat zie je? Dat hij bij elkaar aan het trekken is. Moet je kijken, dit gaat heel raar. Ik wou net zeggen, toen hij stil stond, dacht hij van... Oh, dat ziet er mooi uit, scherp en zo. Kleuren zo, maar hij doet iets heel raars hier. Deze heeft het minste digitale artefact, digitale ruis. Het minste flikkeren van allemaal. Inderdaad, moet je kijken, dat ziet er gewoon best wel goed uit. Met de hakken over de sloot. We filmen ook nog met alle camera's een scène op de set van de nieuwe dramaserie Rembrandt en ik.
en we testen ze in het donker. Onze Japanse toeristen doorkruisten Amsterdam en keken naar bedieningsgemak en design. Bekroond regisseur Martin Koolhoven en cameraman Menno Westendorp beoordeelden het beeld en geluid. En Vincent Evers keek naar het hele plaatje. Dat maakt samen deze uitslag. Op de laatste plaats de pocketcamera van JVC, de goedkoopste. Net voldoende, 5,7. Op plaats 5 de Flip, het cameraatje waar het ooit mee begon. Een mager 6. Dan Hitachi, camera 1 in de test, op plaats 4. Heel wat beter met een 7,1. Zijn Japanse broertje Sony is ietsje pietje goedkoper, daarom op plaats 3 met eveneens een 7,1. En dan op plaats 2 de Toshiba, een 7,2. Maar de winnaar in de pocketcamera-test is Kodak. Het beeld was ook niet optimaal, maar hij is compleet en gaf het mooiste plaatje en geluid. Een 7,5. De grote winnaar. Ja, Kodak dus winnaar, ondanks dat de beeldstabilisatie moeite had met het deinen van de boot. Overigens zijn de experts van mening dat de kwaliteit van een kleine DVD-camcorder beduidend beter is. Alle resultaten en specificaties zijn terug te lezen op onze website www.trosradar.nl.